Zowel door spelers als door trainers is hier weken naar uitgekeken. En bij Oranje-Wit was het woensdagmiddag dan zover. De eerste voetbaltraining. We hebben er aardig wat werk voor moeten zetten om aan alle regels te voldoen. Maar we zijn blij dat het gelukt is en vanmorgen is toestemming binnengekomen van de gemeente. Zo houden ze de kantine en de kleedkamers dicht en mogen de ouders van de kinderen het veld niet op. De trainers van de leeftijdscategorie 8, die woensdag voor het eerst trainden, hebben ook goede instructies gekregen. Hou afstand van de spelers, die anderhalve meter. De spelers maakt bij deze leeftijdsgroep nog niet veel uit, gelukkig. Dus die kunnen gewoon weer lekker straks een partijtje spelen. Hey, dit is de jongste leeftijdscategorie die zeg maar, hier traint. Ik denk dat er wel aandacht zijn voor de regels die meespelen met de coronaperiode. Met wat meer afstand en wat minder contact met elkaar. En niet al te veel high fives en juichen en op elkaar kruipen. Zeg maar. De club vindt het vooral weer fijn dat er een beetje beweging op het veld is. Hartstikke leuk, echt. Want uiteindelijk lopen hier heel veel vrijwilligers rond. Nou, die zijn hier omdat ze willen dat iedereen voetbalt. En ja, als je hier op accommodatie rondloopt waar alleen maar gras groeit, ja, dat schiet niet op. Dus het ziet er beter uit? Zo. Ja, dat is veel beter. Veel beter. Ja, hier doe je toch voor. Als ik mijn zoontje traint hier ook mee en toen hij hoorde dat hij weer mocht gaan voetballen. Net zoals dat hij weer naar school mocht, moet ik zeggen, luid gejuich en eindelijk weer. Die jongens zijn het ook wel beu en dit is natuurlijk het allerleukste wat ze kunnen doen. Daarvoor voetballen ze, dat is hun hobby. En dat weer mag, dat vinden ze fantastisch.